dag begint met lichte regen vandaag, maar al vrij snel wordt het droog. Blijft wel bewolkt, de zon zien we pas tegen de avond. Warmer dan 18 graden wordt het niet. Dit is het TV West Nieuws van dinsdag 18 augustus. Ik ben Frank van Duitenkom. Goedemorgen. Er is een groot tekort aan kamers voor internationale studenten in Delft. Dat zegt de SHS, een stichting die leegstaande gebouwen in de stad ombouwt tot studentenwoningen. En om dat tekort tegen te gaan, heeft de stichting deze week een nieuw complex geopend in een voormalige psychiatrische kliniek van GGZ Delftland. Vandaag komen de eerste nieuwbakken internationale studenten op het nieuwe complex in Delft aan. Onder andere dit groepje Indiase studenten. Want de TU is razend populair in het buitenland. Alleen het weer. Tja. It's a pleasant room. The weather is a bit Dutch, what I felt. Rainy. De studenten kunnen hier wonen dankzij de SHS, die deze voormalige kliniek heeft omgebouwd tot gloednieuwe studentenwoningen. Er komen dit jaar 2000 studenten aan. Dat zijn er zo'n 40% meer dan vorig jaar. En dat zorgt voor een hoge kamernood. Wij worden nog elke dag gebeld door studenten of ze een kamer hebben. En dat varieert van studenten die hier elders uit het land komen tot studenten uit India die alsjeblieft een kamer zouden willen hebben. Toch daalt de kamernood in Delft wel. Zo zochten enkele jaren geleden duizenden studenten een kamer. Nu zijn dat er nog een paar honderd per jaar. Een uitslaande brand in een woning aan de Delftweg in Rotterdam heeft gisteravond voor overlast gezorgd op de A13 tussen Delft en Rotterdam. Door de enorme rookontwikkeling mochten de automobilisten niet harder rijden dan 70 km per uur. De brandweer had de handen vol aan het bestrijden van de brand. Er zijn geen gewonden gevallen. Actievoerende politieagenten gaan een dag na Prinsjesdag een aantal ministeries blokkeren. Tijdens de algemene beschouwingen gaan ze menselijke blokkades vormen. Op verzoek van de achterban hebben de politiebonden besloten om Prinsjesdag zelf ongemoeid te laten. In de rest van Nederland wordt het werk dan wel neergelegd. De eerste dag van het vakantiespel in Alphen aan de Rijn is in het water gevallen. Vanwege de regen werden de buitenspellen gistermiddag stilgelegd. Binnen, in de Limeshal, kregen de kinderen een alternatief programma. De laatste week van de zomervakantie is in Alphen aan de Rijn altijd de week van het vakantiespel. Maandagochtend was de aftrap en ondanks het slechte weer kwamen er weer honderden kinderen opdagen. Maar misschien houden enkele ouders hun kinderen thuis vanwege het slechte weer. Er zijn wel een paar die niet opkomen zijn bedagen, maar morgen wordt het fantastisch weer en de hele week wordt het mooi weer. Dus morgen zijn we denk ik helemaal op volle sterkte. Balen dat de startdag in het water valt of niet? Nou, ik zie alleen maar kinderen die het enorm naar zijn zin hebben geloof ik. Dus die paar spetters kunnen wij wat tegen denk ik. En sommige spellen vragen er ook wel om klets en klets nat te worden. Is het erg glad het parcours? Ja, het valt mee. Het is heel. Het ligt eraan hoe hard je rent. Ja, dat is waar. Mijn broek is nu vies. Jammer. Nu gaan mijn moeder boos worden. Vind ik niet leuk. Het is nat. Eigenlijk deed de regen de kinderen niet zo. Toch besluit de organisatie om 's middags een deel van het programma af te gelasten en met andere spellen uit te wijken naar de Limeshal. Ouders kunnen hun kinderen eerder ophalen. De afdeling Traffic en Infra van het failliete installatiebedrijf Imtech is verkocht aan de Amsterdamse investeringsmaatschappij Egeria. En daarmee is het onderdeel gered. Bij Traffic en Infra, waar onder meer verkeerslichten en matrixborden worden gemaakt, werken 2000 mensen. Het bedrijf heeft onder meer een vestiging in Zoetermeer. De curator gaat de komende dagen aan de slag om ook andere afdelingen van Imtech nog te verkopen. De krakers van het pand aan het Schuttersveld tegenover het Centraal Station in Leiden verlaten op 24 september vrijwillig het krakersbolwerk. Dat zijn de krakers met de gemeente overeengekomen. Volgend jaar mei dan wordt op die plek begonnen aan nieuwbouw. En daarmee is volgens de krakers hun doel bereikt en is het niet meer nodig om het pand te kraken. 4 maanden nadat een schip klem kwam te zitten onder een hefbrug in Waddinxveen zijn gisteren de herstelwerkzaamheden gestart. Volgens de inwoners werd dat ook wel een keertje tijd. Niet alleen de ondernemers in Waddinxveen, maar ook de bewoners balen ervan dat de werkzaamheden zo lang op zich hebben laten wachten.
Heel erg vervelend voor de hele regio. Enorm veel economische schade. Maar de bewoners die staan hier in de hele regio constant in een verkeersopstopping die ze weerga niet kent. En als dan de Boskoopse brug ook nog eens een keertje eruit ligt. Want nu perst alle zware verkeer zich door Boskoop. Maar Boskoop heeft ook heel veel straten afgesloten vanwege onderhoud, vanwege nieuwbouwprojecten. De plantsoenen worden allemaal verrot gereden. Het is echt één groot drama. En ik snap ook echt niet waarom het zo verschrikkelijk lang moet duren. Maar volgens de provincie is er een logische verklaring. Er wordt echt genoeg gedaan. Er is in de tussentijd veel gerekend en bedacht van hoe kunnen we die hefbrug uit 1936 weer helemaal goed herstellen. Nou, daar moet gewoon goed over nagedacht worden en dat heeft zijn tijd gehad. En daar zijn aannemers en ingenieursbureaus en deskundige mensen bij betrokken. Ja, dat ga je niet in een weekje afraffelen. Nee. Het moet gewoon in één keer goed gebeuren. Het moet in één keer goed gebeuren, want stel je voor dat er in de toekomst weer een boot tegenaan zit of iets. Je wil dat die torens blijven staan en dat de krachten goed opgevangen kunnen worden. Geen risico's. Videokunstenaar Menno Otte heeft een moderne interpretatie gemaakt van het beroemde Panorama Mesdag in Den Haag. In de 6 minuten durende video-installatie Moving Mesdag passeren 4 jaar getijden, gaat dag over in nacht en blijkt het canvas ineens te bewegen. Het kunstwerk is van 19 tot en met 23 augustus te bewonderen tijdens Sail Amsterdam. Daarna is het ook nog te zien tijdens de Amsterdamse Uitmarkt. Panorama Mesdag in Amsterdam. Het is weer eens een keer wat anders. De kranten dan. Volkskrant om mee te beginnen. Een vijfde deel van de ouderen zou eigenlijk graag naar een bejaardenhuis oude stijl willen. Een combinatie van wonen en zorg, meldt de Volkskrant. Maar dat wordt sinds 2014 niet meer vergoed, omdat het kabinet wil dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar een flinke groep zit daar dus niet op te wachten. Die groep die wil graag meer gezelligheid. Staat te lezen in de Volkskrant. De Telegraaf. De meeste mensen zijn inmiddels wel gewend aan de OV-chipkaart, maar op station Den Haag Centraal hoef je voorlopig nog niet door de speciale toegangspoortjes. Die poortjes die komen er pas op z'n vroegst na 2019, meldt de Telegraaf. Het station moet eerst helemaal zijn verbouwd voordat de poortjes worden geplaatst. Eigenlijk zouden alle stations eind 2016, eind volgend jaar dus, al poortjes moeten hebben om zwarte rijders tegen te gaan. Maar volgens de NS is station Den Haag een van de ingewikkeldste plekken van het land om dat te gaan regelen. Dan het AD nog. Niet echt een warm welkom voor nieuwe studenten in Delft. Delftenaren zijn namelijk woest over het eerste weekend van de introductieweek van de Technische Universiteit in hun stad, schrijft het AD. Vooral ondernemers zijn erg boos omdat een groot gedeelte van de binnenstad onbereikbaar was door de activiteiten. De ondernemers zeggen dat de studenten maar lekker op de campus moeten gaan feesten. Zo kan het ook natuurlijk. Tot zover het TV West Nieuws. Om 17:30 vanmiddag is er weer een nieuwe uitzending. Tot die tijd blijft u natuurlijk op de hoogte van het laatste nieuws via onze website, de app en ook via onze Facebook- en Twitterpagina's. En onze collega's op 89.3 Radio West houden u ook nog de hele dag op de hoogte. Ik wens u een heel mooie dag. Dag.